Het is nu zo ver is dit doorgerold dat jij vanavond gewoon in dit programma heb jij iets mede te delen, hè? Ja, ik heb iets heel leuks mee te delen. Vertel. Jullie zijn de eerste die het mogen weten. Zoals jullie misschien al gezien hebben, het filmpje met Justin Timberlake op YouTube, dat laatst geplaatst is. En er zijn al speculaties geweest over dit onderwerp, maar ik ben getekend door Justin Timberlake bij Ten Man Records, dus... Ja, dus mooi verhaal. Dus, heel goed. Heel veel is mee. Want Justin Timberlake die heeft zijn eigen platenlabel begonnen, ja. Is die, hè? En hij is op zoek naar artiesten en hij heeft jou dus getekend ervoor. Ja, echt super. Ik ben al, natuurlijk ben ik zelf ook fan van hem, dus het is echt voor mij is het nog steeds... Ongelooflijk. Heel raar. Want leg dat uit, we hebben dat clipje ook waar je met Justin te zien bent. Hoe is dat tot stand gekomen dan? We waren in Londen, hij was daar ook om op te nemen. En toen hadden we een idee om een filmpje op te nemen. Zeg maar als surprise. En dan ineens zie je Justin Timberlake op het einde. Als zeg maar een soort van hint naar zijn recordlabel. Zodat mensen al zoiets zouden hebben. Hoe is dat tot stand gekomen, dat allereerste contact tussen jou en Justin? Gewoon toeval? Of Justin had het ook gezien op internet? Nee, mijn manager die heeft toen geregeld dat ik bij zijn show kon zijn. En toen heb ik hem ontmoet. 2 keer en toen was het eigenlijk zo leuk. Ik ging ook piano spelen en zingen en ja, toen is die beslissing gekomen eigenlijk. Het klikte en hij vond jou een talent en dat heeft hij zo. Wat laten we kijken jullie samen. She sings my song better than me. That's not true.